Ik denk dat jij nog nooit een jongen een kus op de mond hebt gegeven. Nog nooit? Ik ga op zoek naar het YouTube-talent van 2017. Deze hele week komt er elke dag een video online met één van de 7 deelnemers. En uiteindelijk mogen jullie bepalen wie jullie de beste vonden. Hallo gekke mensen, ik ben er weer. Ik dacht ik open eens een keer niet enthousiast. Ja, ik ben natuurlijk niet altijd enthousiast, maar veel vaak, maar niet altijd. Jullie weten natuurlijk wat voor dag het vandaag is. Namelijk, het is één van de 7 dagen waarin ik een video maak met een bepaalde YouTuber die nog niet zo super groot is. En dan ga ik denken, hey, misschien moet jij wel gewoon 2017. Laten we samen doen, super gezellig. En elkaar helpen. Je kijkt naar Van Niks naar Kliks, dat is de show waarin ik dus dan op zoek ga naar een fantastisch leuk YouTube talentje. En dan gaan we daar hebben leuke dingen mee doen. En elke week, elke dag maak ik deze week een video. Vandaag is een video met Sienne. Hallo. Ja, nu mag ik komen. Oh. Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Sienne. En je hebt haar. En best wel lang ook en zo. En je vroeg je af, moet ik mijn jas aan of uitdoen? Zei ik, kies voor de swag. Ja. Je zei, het ruikt naar regen. Naar regen, ja. Beetje naar door en regen, ik weet niet. Het ruikt naar een zwembad. Maar jij woont vlakbij Duinrail. Spring niet iedere week met mijn spijkerjasje tikibad in ofzo. Jawel. Of nee, toch niet. Dat had ik verwacht. Doe ik wel jongens, goed wel. Zo. Ja. Deze is speciaal voor jou. Ik hou van paprika, alleen dit is echt een heel nieuw iets voor me. Mijn moeder snijdt het altijd gewoon heel netjes zo. Ja, dat doet iedereen. Toen dacht ik, weet je wat, laat ik eens een keer een rebelse jongeman zijn die het anders doet dan de rest. Dan ga ik dit, oké. Maar goed, vertel eens wat over jezelf. Waar ben je? Hoi, ik ben Sienne. Ik ben 17 jaar en ik woon in Wassenaar. En ik heb 2 katten, dus dat is ook wel leuk. Wij gaan wat leuks doen vandaag. Namelijk, jij hebt geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Nee. Het is het volgende. Het is natuurlijk dat hele ding met constant de leugendetector is gaan. En toen dacht ik, weet je wat? Ja, heb je een apparaat nodig met fucking wasknijpers aan je hand om erachter te komen of iemand liegt of niet? Dus mij leek het leuk als wij elkaar iets gaan vertellen van onszelf. Ja. En dan moet de ander raden of je liegt of niet. Ja, het is vrij simpel. Dus het is bijvoorbeeld, ik zeg tegen jou, eigenlijk vind ik paprika helemaal niet lekker. En dan moet jij raden of ik lieg of niet? Moet ik dat nu echt zeggen? Nou, doe eens je ding, joh. Ik zou zeggen dat je nu liegt, want ik ga ook geen spruitjes voor lol eten iedere video. Dus ik zou zeggen van, als je het vies vindt, dan zou je dat natuurlijk niet doen. Nee, ik hou het gestuurd. Kelvin exposed. Ik doe het alleen voor de... Oh, een beetje om een statement te maken, weet je wel. Ik ben anders, ik eet paprika. Ja, oké. Ah, wat een grap. Paprika is fantastisch. Dus ik had wel... Je had wel gelijk. Oh. Lekker. Stempie Schaar weer gaat beginnen. Stempie Schaar. Ah, nee! Ik ga een leugen bedenken. Ja. Je moet even mijn pokerface. Dit is een pokerface dingetje. Moet je in je ogen aankijken of kijken? Nee, we kijken in de, ja, in de camera. Lieve Sienne. Lieve Kelvin. Ik heb ooit... Sorry, dof. Je weet het meteen. Ooit is een jongen gekust. Maar bedoel je daarmee zeg maar op de mond of op de wang? Ja, op de mond. Is het waar of is het niet waar? Het is voor de kijkers natuurlijk ook iets spannends. Ja, weet je, dit is echt een video waarin jij gewoon helemaal geëxposed wordt. Ik expose mezelf. Volledig. Nou, ik vind het op een of andere twisted manier denk ik dat je dat best wel eens een keer gedaan zou kunnen. Yo, what the fuck? Ja, okay. Ja, gelijk? Nee, ik zeg niks. Ik maak grappig. Je moet even een antwoord formuleren. Ik denk dat jij nog nooit een jongen een kus op de mond hebt gegeven. Nog nooit? Dus ik. Dus nee, je vader dat telt, ja, telt niet mee, hè? Dus ik denk dat je. Loopt. Je denkt dat ik lieg. Jij denkt dat ik dusdanig preuts ben dat ik nooit. Maar dat kan. Stick to my answer. Oké, nee, het is fout. Ah! Bang, bang. Expose. Het was gewoon een goede vriend van mij. En toen dacht ik, weet je wat, laat het gewoon eens een keer proberen of zo. Mm-hmm. En het was echt zo. En toen ren ik weg. En hij ook. Kijk, ik had gewoon met mijn eerste ingeving mee. Had je moeten doen, ja. Ja. Oké, jij bent. Ik heb ooit eens een keer, toen ik met mijn moeder en mijn vader was, heb ik mijn ijsje laten vallen zo. Maar ik bleef wel likken, want ik dacht dat er zeg maar nog steeds een ijsje zat zo. Toen ging mijn vader kijken, toen was het ijsje zeg maar volledig hier. Het is allemaal fantasieën van mannen die nu kijken. Hij is helemaal hier. Er kwam er iemand aan, die moest het opdekken. Nee, nou, dat is natuurlijk helemaal de waarheid. Hoe weet je dat zo snel? Ja, oké, het was misschien een beetje te specifiek. Hè? Ja, dat was echt super specifiek. Ja. Gewoon, je zat helemaal in het moment. Je was echt zo, en toen gebeurde dit, en toen was hier, en toen mijn vader zo. Je had gewoon moeten zeggen, ik heb wel eens een ijsje laten vallen. Dan was het moeilijker geweest. Nu was het echt zo van, ik was zo daar specifiek. Toen met mijn vader en mijn moeder. En dat was in die plek, op die straat. Dat is niet tactisch gespeeld voor mij. Nee, bewijs maar weer. Ik bedoel, het verschil in level tussen jou en mij. Sorry. Vind je het wel leuk? Nee, ik vind het wel leuk hoor. Ik heb wel eens iemand knock-out geslagen. Nee, ik denk niet dat je dat hebt gedaan. Waarom niet? Ik denk dat ik poesie ben. Van video's af vind ik jou niet echt een agressief type. Ja, je hebt het goed. Yes! Ben je blij? Ja. Dat was echt een yes. Ik had echt verwacht. Ja! Yes. Ja, ik heb ooit in een kast geboekt. Gebruik dat wel eens als openingszin? Op Tinder. Hey, was goed? Ja, ik heb net in de kast gepoept. Ja, sowieso heb je dit gedaan. Ja, maar ik was wel een jaar of 2. Ja, nou hè, maar het is wel waar. Ik heb het misschien ook wel eens een keer gedaan. Oh nee, wacht. Nee, nooit. Het was de gootsteenkast. Ik ging erin zitten. Wat, een gootsteenkast? Ja, oh, daaronder. Onder de gootsteenkast. En daar ga je dan in zitten? Ja. Oh, dat is wel een goed plekje. En deed de deur ook dicht? Ik weet niet. Ik weet iets. Ik heb wel eens een dag zonder stroom geleefd, omdat ik over een stekkerdoos heen heb gekotst. Nou, kun je wel lachen, maar...
En is deze moeilijk, hè? Ja, ik vind het lastig. Je mag ik denk dat het echt zo is. Ik ben de type dude om gewoon over een stekkerdoos heen te kotsen. Van, hé, ik kan overal kotsen wat ik wil. Laat ik het over een stekkerdoos heen doen. Ja, maar sommige mensen kunnen hun kots gewoon niet controleren. En dan, ja, dan komt het en dan, oh, en dan zit het ineens op een stekkerdoos. Dat is lullig. Ik zie daar bij die lichtknopje een beetje vlek naast. Eergisteren nacht gebeurd, als iets van mij is, dat is kots. Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Dat is echt waar. Nice! Fuck, ik had dit eigenlijk moeten doen dan. Ja, wel een beetje. Helaas. Ja. Nee, ik denk dat het waar is. Zeker weten? Ja. Ja, oké, het is waar. Echt? Ja, het is waar. Yes. Yeah. Was dat enthousiaster, zeg maar? Ja, ja, precies. Oké. Een dag later lag stroom eruit. Ik dacht, hey, hoe kan dit allemaal? En aan het einde van de dag kwam ik erachter dat mijn hele stekker er. Nee, het lijkt echt fucked up op basis van deze dingen. Zelfs dat niemand mij nu kent. Zo met jongens en ik kots ja, over precies. Stekkerdozen. De eerste de persoon die mij nu voor het eerst ziet, dit doe ik niet altijd. Ooit heb ik dit wel eens een keer gedaan. Jij bent aan de beurt. Ik ben aan de beurt. Ik heb wel eens op een kast gepoept. Nee. Ik bedoel, ik poep ook glitters. Niet overdrijven, ik doe dat alleen in waar niemand het kan zien. Ja, kom op. Oké. Nee, ik heb ooit geskinnydipt. Deze is supergoed. Dit is ook precies wat alle mannen willen weten. Echt, dus je geeft mijn publiek precies wat ze willen. Als ik nu zeg ja, dan heb je misschien zo van... Oh, dus heb je dat beeld van mij. Als ik zeg nee, dan denk je... Oh, denk je dat ik braaf ben of zo? Dus alles wat ik nu zeg, gewoon de kans op gewoon shit over me heen. Gewoon best groot. Maar ik ga toch bij mijn initiële, zeg maar. Dat is, want ik had meteen zoiets van... Ik wist het eigenlijk meteen al. Ik denk dat het waar is. Nee, niet waar. Nee! Gedaan. Kut! Sorry. Nee, het is oké, weet je. Het is wel lullig dat je zo'n beeld van me hebt. Maar zou je het doen? Nou, ik denk dat ik daar nog even mee wacht. Hier is het water. Nee. Waarom zou je het eigenlijk doen? Ja, voor de rush. Oh, oké. Naakt in het water. Ik zit de hele tijd naar dingen te denken die ik echt heb gedaan. Maar misschien moet ik ook gewoon zitten bedenken die ik niet heb gedaan. Ik kom van een boerderij, hè? Ja. Ik heb wel eens een kalfje mond-op-mond beademing gegeven. Nee, ik denk niet dat jij dat hebt gedaan. Ik denk dat waarschijnlijk als je op een boerderij bent, een van je ouders dat had gedaan. Als dat al zo is, denk ik. Dus ik denk, nee, dat heb je niet gedaan. Nee! Nee, ik heb het wel gedaan. Ik ben gewoon lifesaver. Echt? Heb je dat echt gedaan? Nee, natuurlijk niet. Oh, dat dan. Prank! Mijn pa heeft het inderdaad wel eens gedaan, maar ik er nooit. Maar ergens is dat best wel een mooi moment, hoor. In het leven om iets bijna dood te zien gaan en dan toch niet. Of nee, toch niet. Bijna dood te zien gaan, dat is heerlijk, joh. Het was eigenlijk gewoon zoenen was. Het is eigenlijk gewoon zoenen. Ja, ja. Mijn pa is heel kinky. Voor de mensen die dat niet wisten, Jen is mijn zus. Dat je het even weet. Ja. Ik bedoel, als je kijk even zo over naast elkaar. Kijk, dit is gewoon... Ik dacht, ik geef mijn zusje een kans op YouTube. Ja. Heb je al iets bedacht? Ja, ik heb ooit mijn haar donkerbruin geverfd. Ja? Nooit. Ik wou zeggen, ja, dat zou kunnen. Nee. Maar ik denk dat je liegt. Jawel. Ja, echt. Nee, maar ik dacht wel dat je het echt had. Ik dacht wel dat je het wel had. Ja, hè? Ik heb wel blond spray gebruikt om blonder te maken. Echt waar? Ja. Blond spray? Ja. What the fuck is dat nou weer? Ja, daar zitten van die spulletjes in die je ook in bleek. Als je zeg maar echt je haar gaat blonderen, dat zit daarin. En als je dan in de zon gaat, dan wordt het sneller blond. Zo. Dus na de zomervakantie ben ik altijd helemaal supermooi blond. Wow. Pretty. Ik heb best wel grote ruimte tussen mijn kleine teen en mijn andere teen. Ongeveer dit. Dit? Ja. Oh, nu wel de fucker, ja. Is dat waar of niet? Dit vind ik dus lastig, hè? Ik denk dat dit niet waar is. Nee, het is niet waar. Hoe doe je dit? Ik weet het niet. Nou, weet je wat het is? Ik heb best wel grote ruimte tussen mijn grote teen en de rest van mijn tenen. Ja. Dat is wel echt waar. Het is geen grap. Ja, je lijkt nu alsof ik lieg, maar het is echt waar. Maar ik dacht, oké, maar dan doe ik even een andere teen. Want dan misschien, maar het heeft niet echt gewerkt. Mm. Het was een leugen. Nee, kun je nog even denken? Ben je al verliefd? Op? Gewoon iemand? Ik, nee. Wil je een oproep doen? Jenny is wanhopig op zoek naar een man. Ja. Kijk eventjes wat voor geweldige jonge dame hier zit. Ik bedoel, dit is haar openingszin is ook, ik heb wel eens in een kast gepoept. Ik poep ook glitters, weet je? Dus het is so me. Als je me dan niet wil, dan weet ik ook niet meer wat ik wel moet doen, weet je wel? Nou, het geeft niet. Ik heb ooit een scooterongeluk gehad. Maar echt heftig, zeg maar. Echt maar dat ik zeg maar mijn been had gebroken. En... Nee, tuurlijk, dat is helemaal niet waar. Nee. Ik heb nog nooit op een scooter gezeten. Ik vind het doodeng. Nee, maar weet je wat het was? Kijk, je hebt het weer voor jezelf verneukt. Want, oh, is het dus? Anders had je wel gezegd. Oh ja, nee, maar dat was vorig jaar. Wat hebben we van vandaag geleerd? Dat jij wat met een jongen hebt gezoend. Ja. Dat heb ik ervan geleerd. En dat geen enkele man goed genoeg is voor jou. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Want het moment is daar, mensen. De video is bijna voorbij. Maar Sienna gaat nog iets zeggen, namelijk... Ik ben echt superleuk. Grapje, jongens. Nee, abonneer op mijn kanaal. Sienna Berken... met een F. Berkenveld. Met een D op het einde. Sienna Berkenveld. Wat een verschrikkelijke achternaam. Nou, lieve mensen, zoals jullie misschien weten, maak ik deze hele week video's elke dag met een andere deelnemer. Vandaag was het Cheyenne. Cheyenne, dankjewel dat je er was. Hopelijk vond je paprikaatje lekker. Alsjeblieft, ik vond hem heel lekker. Mocht je haar nou lief en leuk vinden, dan kun je maandag op haar stemmen. Mocht je dat nou willen doen. En mocht je haar nou niet leuk vinden, ja, dan zeg je, yo, fuck jou, Cheyenne. Dat kan, hè? Vind maar kijkers zijn meedogenloos. Groetjes van mij. Woe. Kusjes. Ja. Ik ga even poepen in de kast.